Ja, het is allemaal wat. Ik denk, ja, dan gaan we bijna op vakantie. Maar Sjaak, die gaat met Ilse waarschijnlijk filmen. Een opdracht. Dus ja, dan kan ik dus geen camera meenemen. Dan moet er een andere komen, dacht ik. Waar je 4K mee kan filmen. En waar je ook goed foto's mee kan maken. Dus ik is even op internet rondgezocht wat dan een goede keuze zou zijn. Nou, er kwam de Panasonic TZ90, was het geloof ik. Kwam goed uit allerlei testen. Dus ik dat ding besteld. Maar ja, dat was nogal teleurstellend eigenlijk. Nou ja, dat was gewoon geen fijn toestel als je een serieuze camera gewend bent. Dus het ding teruggebracht naar Coolblue. En ik kon gewoon omruilen voor een andere. Dus ik een GX800. Dat is een systeemcamera met een veel grotere sensor van 13 bij 14 mm of zo. Meegenomen. Hij was wel mooi om te zien trouwens. Echt zo'n retro look, een beetje oranje leer. Best wel heel gaaf. Dus daar kon je dan ook leuk mee vloggen. Wat ook de bedoeling is met een kantelbaar scherm. Dat hebben lang niet alle camera's. Ja, daar ben ik dus mee op pad geweest. Het geluid was goed, moet ik zeggen. Maar de foto's die waren niet echt super. Die van mijn telefoon die zijn mooier. Dus dat viel een beetje tegen. En we hebben hier ook nog een Sony NEX. NEX 5N. En die maakt net zulke mooie foto's, maar die is wel 5 jaar oud. Dus ja, als je nu iets koopt, dan wil je dat het beter is dan een toestel van 5 jaar geleden. Ja, 4K filmen kon trouwens ook, maar maximaal 5 minuten. Maar de praktijk, in de praktijk kwam het erop neer dat het 2 minuten was. Want hoe warmer het is buiten, hoe korter je kan filmen. Dus 2 minuten en dan was het klaar. Ja, dat schiet ook niet op. Dus dan heb ik er min of meer slecht van geslapen. Het was nog best een flink bedrag. Maar vandaag teruggebracht naar Coolblue en geen probleem meneer. Ik zie dat u niet tevreden bent. Ja, dat klopt. Daar kunnen jullie niks aan doen. En nu zit ik dus te vloggen met een oude camera die ik al 6 jaar heb of zo. Waar we met Stefanie aan videoproducties al heel veel mee hebben gefilmd. En volgens mij ziet dat er ook goed uit. Het is geen 4K, maar... Maar toch fijn dat ik het bij Coolblue uit mocht proberen. En ik mocht hem nog een maand houden. Ik zeg, ja, ik heb hem uitgeprobeerd. Dus nee, dat hoeft niet. Maar dat zou dus kunnen. Maar ik ga op vakantie naar Kreta bij Wilma en ik. En dan gaat deze camera gewoon mee. En dan kan je ook best wel mooi mee filmen volgens mij. Nou, houden.